Het Schipholfonds wil sportief bewegen bevorderen in de omgeving van de luchthaven. Dankzij dit fonds kon hockeyvereniging Hik woensdag een nieuw oefenveld onthullen. Waarom heeft het Schipholfonds hierbij gesponsord? Omdat wat hier gebeurt, dat is heel erg wat het Schipholfonds enthousiasmeert, belangrijk vindt. Namelijk dat meer mensen kunnen bewegen. Dat is belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen bewegen. Dus als je zo'n veld aanlegt, dan betekent dat per definitie dat meer mensen kunnen trainen, meer mensen kunnen bewegen. In hoeverre is het veld beter geworden ten opzichte van het oude veld? Nou, het veld hiervoor, dat was eigenlijk een drama. We hadden heel veel waterproblemen. Het was een veld die eigenlijk een jaar of 20 geleden is neergelegd. Dus die was toe aan vervanging. Bent u blij met het eindresultaat? Nou, het is helemaal fantastisch. Het is eigenlijk, het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is professioneel, hekwerk is vernieuwd, het veld is vernieuwd. Dus het kan eigenlijk niet beter. Dus we zijn ontzettend blij dat we voor deze meiden en deze heren en meiden en dus voor alle hockeyers hier dus ook kunnen bijdragen tot meer beweging. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij het Schipholfonds terechtgekomen? Want die sponsoren jullie nu hierbij. Ja, de aanleg van het veld is eigenlijk onderdeel van het grote geheel. We hebben nog een ander veld aangelegd. Toen zijn we gaan kijken hoe we de financiering rond konden krijgen. Toen hebben onze 1800 leden een aanzienlijke bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we nog een financiering weten te vinden. Maar uiteindelijk kwamen we wat tekort. En zijn we gaan zoeken naar partijen die bereid zijn om mooie dingen mogelijk te maken. En uiteindelijk kwamen we bij het Schipholfonds uit. Sport is belangrijk. Clubs zijn heel erg belangrijk voor de verbinding tussen mensen. Schiphol verbindt ook eigenlijk, probeert de wereld ook met elkaar te verbinden. Mensen uit alle windstreken. Dat doen sportclubs ook. Dit is het bedrag dat het Schipholfonds bij mag dragen. Eigenlijk waardoor het veld er is, dat mag ik wel zeggen. Okay. Jongens, draai maar om alsjeblieft. De vereniging moet duidelijk maken dat ze zelf ook inspanningen hebben geleverd. Het moet niet zo zijn dat ze zeggen, nou het kost 40.000 euro en we hebben zelf helemaal niks, dus kan ik even vangen. Zo werkt het dus ook niet. De clubs moeten zelf een inspanning hebben geleverd. Het moet duurzaam zijn ook. Dus het moet niet iets zijn dat je maar een jaar kunt gebruiken en dat het dan na een jaar weg is. Een veld bijvoorbeeld, zo'n veld als dit, is heel erg duurzaam. Dus dat valt er heel erg binnen. Waar hoopt u dat dit veld de komende tijd voor gaat zorgen? Nou, we hopen uiteindelijk door meer jeugdleden aan te kunnen nemen. Nou, dat is hard nodig, want we hebben ook wachtlijsten. Dus we kunnen ook meteen meer jongste jeugd. En dan heb je het over 6 tot 8 jaar, kunnen we meteen laten beginnen met hockeyen. Dus daar draagt het dan bij. In de avonduren kunnen we het gebruiken voor de senioren, voor keeperstraining.